Vandaag in het hart van Brabant nieuws. 8-jarig jongetje omgekomen bij woningbrand. Harry was eerst contentmaker, maar maakt nu straten. Maandagavond is er brand uitgebroken in een woning aan de Bieslookweg in Tilburg-West. Bij de brand is een 8-jarig jongetje om het leven gekomen. Zijn moeder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Vier andere kinderen en een familielid konden op tijd en ongedeerd de woning verlaten. Buurtbewoners probeerden nog te helpen, maar vanwege de rookontwikkeling lukte het ze niet om op zolder bij de moeder en het jongetje te komen. Het jongetje werd nog gereanimeerd, maar dat mocht helaas niet meer baten. Voor buurtbewoners die getuige waren van de brand is nazorg beschikbaar. Zo zag de werkplaats van Harry van Aken er tot voor kort uit. Ja, inderdaad, gewoon uh, video, videomateriaal uh, in bepaalde, bepaalde vorm gieten. Dus echt uh, inderdaad knippen en plakken. Maar nu staat Harry op straat. En uh, wat doe je nu op straat? Nou, om te laten zien, in principe kan ik deze straks maken. Eigenlijk hetzelfde als editen, maar dan straat en geen Premiere Pro. Naast de coronacrisis ontstaat ook langzaamaan een economische crisis. Freelancer Harry van Aken raakte zijn grootste klus als contentmaker kwijt. als gevolg van de coronacrisis. Ik was uh, net studie af. Ik studeerde hier in Tilburg aan de universiteit. en ik uh, wilde altijd al contentmaker worden. En op een gegeven moment had ik een sollicitatie in Amsterdam bij een mediabedrijf. en daar werd ik aangenomen. Ik was echt extreem blij. En uh, na, nou, ik denk anderhalve maand zeiden ze: Harry, vanwege uh, de corona. is misschien handig als jij. Komende week niet naar het werk toe komt. Maar op een gegeven moment zeiden ze tegen mij: uh, Harry, het is klaar, je hoeft niet meer uh, te komen. Maar Harry is niet bij de pakken neer gaan zitten. en maakte met het grootste gemak een carrière switch. Nou, ik ben als een, uh, als een gek gaan solliciteren. Want ik, ik hoorde dus dat ik ontslagen was. Dus dacht ik: eigenlijk kan drie dingen doen. Of ik ga naar huis, naar mijn ouders toe. Ik ga huilen omdat ik geen baan meer heb. Ik ga hier in mijn kamer liggen. Huilen omdat ik geen baan meer heb. Of ik word morgen om. Acht is ochtends wakker en stuur gewoon 60 sollicitaties de deur uit. Het maakt me niet uit waar naartoe. En nu ben ik te maken en dat is vanuit de gemeente. Uh, ik wilde sowieso verder met mijn eigen bedrijf. En ik merk als je te veel in je hoofd zit, dat, dat is niet goed. Uh, ik wilde iets fysieks gaan doen, dat sowieso al. Dus nu kan ik het eigenlijk perfect combineren. En ik heb echt uh, geweldige collega's nu en ik geniet er echt uh, enorm van. Het maakt eigenlijk geen reet uit welk werk je doet als je het maar met aandacht en volledige toewijding doet. En als je het echt. Ja, met overgave. Dat is eigenlijk het enige wat echt, echt belangrijk is in mijn ogen. En als er werk is waar ik die anderhalve meter gewoon in acht kan houden, dan blijf ik dat doen. De overstap van content maken naar straten maken was wel even wennen. Maar dat maakt Harry niet uit. Heel apart. Heel apart. Want je zit, ja, je zit eerst in Amsterdam bij uh, eigenlijk allemaal jups, allemaal creatieve mensen... die, die heel erg associatief in hun hoofd uh, dingen bedenken... En dan op een gegeven moment kom je in een team waar iedereen gewoon heel pragmatisch, praktisch, heel fysiek de dingen gewoon aanpakt. Dus het was echt een enorme switch, maar ik moet zeggen, ik voel me heel erg thuis. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En Harry maakte een video over zijn nieuwe baan als stratenmaker voor zijn eigen YouTube-kanaal. Ik ben altijd op zoek naar ideeën en leuke dingen om, om zeg maar, te laten zien. En op een gegeven moment in mijn hoofd zag ik dat contrast van contentmaker naar, naar stratenmaker. En ik was. Op een gegeven moment was ik aangenomen voor Stratenmaker en ik denk ja ik moet dit gewoon laten zien. Ik moet hier gewoon iets van maken. Het is echt rete grappig. Het stratenmakersbestaan bevalt Harry zo goed dat hij het niet meer anders zou willen. Nou ik denk dat ik het combineer want als ik fysiek bezig ben kan ik, is mijn hoofd vrij en als ik met mijn hoofd bezig ben, ben ik fysiek vrij. Dus ik denk dat ik gewoon deels het stratenmakerbaantje baantje aanhoud en deels in mijn bedrijf stop en dat ik dat zo een beetje combineer.